Die picknicktafel kan ik in ieder geval niet weghalen in mijn eentje. Nee, dat gaat het hem niet worden. Waarom moet er een bewaking lopen? Nergens. Dus bij de schoenenwinkel er binnen gevlogen. Hey, hallo lieve vrienden. Ja. Ik wist niet dat jullie er al waren, maar ik ben er in ieder geval wel. Dus dat komt mooi uit, hè? Ja. Ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenbroer. Het is vandaag alweer een vrijdag, 14 mei. En het is, nou ja, net 1 minuut over 12, zegt die. De klok zegt 12 en mijn horloge zegt 3 minuten over 12. Dus ja. Lekker belangrijk allemaal. Het is ook nog eens een keer 2021. Ook dat nog eens een keer. Dus ja, het komt allemaal goed. Het is hier nou niet zonnig. Het is hier grijs en grauw en triest. En alsof de regen te pakken is. Dus ik ga zo meteen snel met de hondjes uit. Om 1:30 komt Astrid weer. De huishoudelijke zorg. Als het al droog blijft. Ga ik in de tuin aan de gang? Zo niet, ja, het pech. Ik laat me niet naar het regenen. Nee, niet omdat ik met de tuin aan de gang moet. Het moet wel gedaan worden, weet je. En anders doet het niet voor me. Nee, en daar baal ik van. Nooit niet iemand bus. Zal ik even een handje helpen met die tuin? Of zal ik het voor je doen? Nee. Nou ja, moet je het maar alleen nog zien te klaren, hè. Nou ja, ook zal het wel goed komen. En ja, ik heb in de schuur twee apparaten staan. Ze moeten geloof ik in allebei moeten water, zover ik weet. De een is van buiten, de ander is van binnen. Maar die van buiten, dat is meende ik die gele. Ik heb gele en een groene. En ik geloof dat die gele, dat water heet wordt, dat je het onkruid kan verbranden, weet je. Want er rijdt nou ook, voorheen hadden we Veerma Donker uit Friesland voor het onkruid, et cetera. Maar gisteren reed er een grote vrachtwagen voor Green, of het was groen, en dat stond Veerma weet ik van wat. En die waren met kokend heet water bezig. Maar ook dat gaat net zo goed stinken hoor, want dat stonk hier achter mijn poort tot hier yesterday. Niet fijn meer, dus dan kan ik het net zo goed met mijn verbrander doen. Want ik heb ook een elektrische verbrander. Dat stinkt ook. En ja, ik vond het niet fris ruiken. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik ga er snel vandoor, want daar ook vond het echt donkerder dan hier. Ik ga lekker de hondjes even uitwaten en ik zou zeggen, heb veel plezier vandaag. Zowel met het vloggen kijken op alle kanalen waar jullie op geabonneerd zijn. Laat een leuke reactie achter. Zet je duimpje omhoog. Doe hem naar beneden. Ook altijd goed. Maar zet dan even erbij waarom je dat doet. Ja, altijd leuk. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Nou, lieve vrienden. Kijk hoe keurig netjes alles weer is. Het is nog niet helemaal klaar, want achter Elwing, ja, je hebt die schuur erop en dan vergeet je dat hoekje, maar dat komt nog wel. In de tuin liggen nog wat losse stukjes, maar Astrid die hebben een klein beetje gelopen met vegen. Ik heb het grootste gedeelte geveegd. Wat zij geveegd heeft, dat kan je helaas zien. Dat is langs de rand. Ja, en ik veeg harder. De meeste mensen die vegen, die aaien in mijn ogen. Ik heb geleerd, vegen is vegen en niet aaien. Ik werd er aan mijn haren er vroeger erbij gehaald als ik het niet goed had gedaan. Dus ja, dan leer je het wel. Dus dat zand wat je daar nog ziet leggen, als je het al kan zien, ja, dat moest ik dan weghalen. Ja, en het legt Elwin, Rijka die zit er ook nog in. Er gaat een rand achter Rijka langs. Gezand. Nou, en daarachter heb ik weer geveegd.
Maar ik wil ook proberen dat groene weg zien te krijgen. Dat moet nog allemaal weg. Moet ik allemaal nog weghalen. Die picknicktafel moet ook weer zijn plek, maar dat kan ik niet alleen. De containers moeten van de plek af. En maar dat kan ik ook niet alleen. Ik zal weer even uitzoomen. Zo. Kan ik ook niet alleen. Daar ga ik hulp bij nodig. Tenminste, ik kan die containers nog weghalen, maar ja. Die picknicktafel kan ik in ieder geval niet weghalen in mijn eentje. Nee, dat gaat het hem niet worden. En dus, maar ja, ik heb het voor vandaag wel gehad. En ik moet nog een boodschappen, dus ja. En de lucht, die spreekt boekdelen. Het is benauwd. Stinkend benauwd. Daar wordt het heel erg angstig donker boven zee. Ja, en dan moet ik nog naar de zomer. Ja, lekker donker. Maar ja, komt goed allemaal. Ik ga mijn koffie zo nog opdrinken en dan ga ik hopelijk dat het droog blijft. Ik weet van niks. Ik heb niks gehoord of niks gezien qua buienalarm, maar we merken het wel. Hè, Rijka? Ga je weer een bende maken? Want dat doet zij. Elwing niet, maar zij, die kleine daar, dat kleine doerakkie, die mag graag rotter maken. En dingen vreten wat niet te vreten valt. Hé, Rijka? Wat heen nou weer? Een stukje gras? Oei. Maar ja, dat wil ik gewoon dicht hebben. Ja. Ik wil het dicht hebben, net als dat hoekje daar al, waar die vieze drinkersbak staat. Wil ik ook dicht hebben. En die moestuin wil ik weg hebben. Die aardbeientoren wil ik weg hebben. Aardbeien staan daarin en die bloeien al. Ja. Ja, dat staat er weer goed bij. Ik moet de dode blaadjes nog weghalen, maar dat komt ook nog wel. Hey, Kanjer! Kan dat, Fie? Hi, man. Oh ja? Nou, kom dan. Kom dan. Hallo. Nou, en dan zal ik die jas weer zo meteen ophangen, want die hak ik in eerste instantie aan om buiten te werken. Maar dat gauw genoeg heet. Of niet dan. Ja, hè, meisjes. Ja, nou. Ja, kind. Ja. Dus ja, oké, lieve vrienden, dat dus, hè. Dat, ik ben bang dat we, zeven dagen onweer krijgen, zal mijn moeder zeggen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben ook weer thuis. Ja, het heeft wat langer geduurd dan normaal, want ja, er is weer van alles en nog wat gebeurd, behalve het goede. En ik heb de boodschappen in huis, uiteraard. En ja, brood en twee zakken van dit. Vleeswaren, eten voor Kandalf, één doos voor natvoer. En ik heb een leuke legging voor mijzelf, uiteraard, voor wie anders. Ik heb een lichtblauwe spijkerjurk. Die had ik vorige week ook aan. Die is alweer gewassen. Die ligt alweer bij het spijkergoed. Maar er zit ook dat kleurtje bij in. Van boven met het geborduurde. Van dat blaadje. Ik denk, hé, ik koop hem. Want dat vind ik leuk. Ja. En hij was niet duur. 4 euro. Nou ja, wie koopt er een legging voor 4 euro? Dan moet je bij mij wezen, hè? Ja. Dus ja, dat ga ik zo meteen opruimen. Maar ik had zin in eindelijk weer eens een keer een heerlijke, lekkere, warme rookworst met een broodje van de Hema. Hoe maak ik nog reclame ook in een gordel die niet betaald te worden? Nee. Ah, wat verdikkie. Maar ze waren maar aan de ene kant open. Normaal hebben ze twee ingangen. Maar vanwege het mandjesbeleid, dat ze maar één deur open. En dat was aan de voorkant. Maar ik was in de kroonpassage, zoals dat overdekte geval heet.
Dus ik kon er weer uit. Nou, naar de HEMA geweest. Ik denk, ik ga toch weer lekker binnendoor. Komt er een paar gasten aan. Twee jongens. Allebei op één fiets. Eentje zat achterop. Ik zei, willen jullie wel even aftappen? Ik zei, jullie mogen hier niet fietsen. Mag ook niet in een overdekt winkelpassage. Mag je niet fietsen. Dus, nou, die heb ik dus weten te tegen te houden dat ze verder zouden gaan. Maar ik weer eigenlijk weg, want ik reed eerst weer een stuk mee. Ik zeg, nou, aftappen. Aftappen. Ik zeg, je mag hier niet fietsen. Weet je wel? Ik zeg, ik rijd mee tot aan de deur. Ik zeg, ik zal je er wel uitlaten. Maar dan gaan ze naar bij Albert Heijn naar binnen, weet je. Ook al moeten ze dan niks hebben, ze gaan er naar binnen. Ja, dat, ik heb ook meer te doen. Maar in ieder geval, dat heb ik gehad. Ik wil weer richting naar huis, laat me zeggen. In die krampassage. Komt er nog een paar gasten aan op een fiets. Maar die waren ouder. Dus die heb ik ook nog geprobeerd klem te rijden. Nou, en een grote bek wat je kunt krijgen. Nou, respect, normen en waarden. Waar is dat tegenwoordig gebleven? Dat is gewoon helemaal weg. Ja, maar ook zag ik nergens geen bewaking. Normaal moet er een bewaking lopen. Nergens. Dus ik ben bij de schoenenwinkel naar binnen gevlogen. Ik zal even geen namen noemen nou. Nee, ik word al niet gesponsord, dus ja. Maar die zit onder de trap daar bij ons, in de krampassage. Dat die, daar ben ik naartoe gegaan. Schijnt het al een aantal dagen zo aan de gang te zijn. Ik zie, daar moeten ze wat aan doen, want ze brengen een ander in gevaar. Er hoeft maar eentje uit een winkel te stappen en die wordt aangereden. Nou, je moet in een winkelcentrum, in een krampassage, in een winkelpassage, in het algemeen, wat overdekt, moet je toch veilig kunnen lopen en dat er niemand op een fiets is of op een step is die daar aan het rondrijden is. Dat behoort niet. Ik vind het maar bizar. Dus ik ga straks gaan, ik eventjes, want ik heb een telefoonnummer achtergelaten bij die schoenenwinkel. Ik zal zelf ook zometeen even het grote beeld gebruiken om te kijken waar, hoe ik de bewaking kan vinden van de desbetreffende passage. Want ik vind het bizar. Ik vind dat zo erg dat dat gebeurt. Als ze vervelen, prima. Maar dan moeten ze maar bij hun eigen thuis dat gaan doen. En niet de boel onveilig maken in een winkelcentrum. Ik vind het bizar. Ik vind het heel, heel erg. Ik vind het vreselijk. Maar ja, oké, gedaan de zaken nemen geen keer. Ik ga mijn boodschapjes zo meteen opruimen. Ik zal die deuren zo vast uithalen. Ja. Nee. Dat is brood, schat. Dit is kippie. En dat is koekie in de aanbieding, nog van oranje koekie. Dat is in de aanbieding. Nou, wat hebben we nog meer? Ik heb uiteraard, die heb ik altijd voor mijn haar. Dat is koud. Het wordt ook weer kouder. Ik had mijn dunne jas aan, nou, en uiteraard bij een bak koffie. En dat is maar goed. Ja. En die gaat de koelkast in. Kunnen we weer bakken en braden. En stoven. Ja. Voor de koelkast zo meteen. En bij de computer. Mijn snoepjes zijn bijna op. Ik heb altijd bij de computer een vak leggen met snoepjes. Ligt open. Thuis neem ik nooit geen snoepje. Nee. Wanneer ik een snoepje dan pak. Dat is wanneer ik de dames uitlaat. Dan neem ik een snoepje in mijn mond. Ja. En dat is het. Verder snoep ik niet. Dus is 3 snoepjes per dag. Nou, dat is toch niet veel? Nee, vind ik niet. En ik heb dan een andere smaak. Dat is brood. Eieren. Zullen we die er ook nog even uithalen?
Voordat daar wat mee gebeurt. Nou, kijk eens aan. Kunnen we weer een eitje eten? Ja. Straks met een eitje koken door de sla heen. Want ik heb mijn maaltijdje waren nog. Ja, ik heb gisteren gegeten. En ik had die boterboontjes er doorheen gedaan. Die waren wel warm geweest, maar het was toch weer koud. En dat heb ik er doorheen gedaan. En dat was lekker. En ook nog een eitje koken. En ja, lekker, lekker. Nou, dat is vleeswaren. En brood. Oh ja, zal ik die er ook maar uithalen? Gelijk eventjes opruimen. Het is nog bevroren. Nou ja, maakt niet uit. Moet wel. Ja, daar moet ook mijn brood in. Ha! Nou, kom straks wel. Straks even kijken hoe ik het moet hebben. Met inruimen. Hehe. Dag liefie. Hey lief. Ja, je bent lief met mijn eetje. Hey lief. Hey lief. Ja? Is mijn kind lief? Waar is mijn andere kind? Achter me. Ja, dat was mijn andere kind. Ja? Ja. Ik ben ook maar bij je. Waarom duik je toch weg met dat koffie? Die is toch niet nodig, meisje? Nee. Nee? Altijd een kopje zo raar, hè? Is nergens voor nodig. Dus ja, zo is dat. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie namiddag nog. Het is gewoon 6, dus het is nog geen avond, pas om 6 uur. Dus ja, ik zou zeggen, geniet voor straks smakelijk eten, als jullie nog moeten eten. Ik heb trouwens net mijn broodje worstel, dus ik eet even iets wat later nog dan normaal. We hebben geen goede tijden, slechte tijden, dus ja, ik hoef niet op tijd klaar te zijn voor wat dan ook. Nee. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, gewoon, hou vol goede moed en wees lief voor elkaar en doe gewoon lief. En niet zoals die jongens die ik net tegen ben gekomen, die waren stout, ja. Zo ga je niet met elkaar om. Nee. En helemaal geen respect en geen normen en geen waarden. Ik vind dat vreselijk. Maar ja, wie ben ik? Ik zou zeggen, voor later op de avond wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen is het zaterdag. Dan zitten we alweer op de 15e. En dan komt Karin en Roderick weer met een bliksembezoek. En dan krijg ik weer een partij Lucky Stones om die weer te droppen hier en daar. Dus ja, heldenaren, reken maar als je er eentje vindt. En Karin haar, hoe noem je dat nou, haar Facebook-account staat erop. Of wat dan ook, dan kan je haar even een berichtje geven van ik heb hem gevonden door je moeder. Je moeder heeft hem neergelegd en ik vind hem, dus ja. Doe je dat toch? Het is toch altijd leuk? Ja. Yeah. Gewoon zoeken. En ik vertel ik het toch niet waar ik heen ga. Nee, want ik weet het helemaal nog niet. Nee. Dat moet ik even nog bekijken, maar dat komt wel. Maar ze komen dus met een bliksembezoek, want ze moeten nog weer ergens anders ook naartoe. Ja. Yeah. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van elkaar. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!